Wat is nou de meest gestelde vraag de afgelopen week, Mitchell van der Haag? Wanneer we gingen scoren en wanneer we een keer punten zouden pakken. Ja. Dat is een hele makkelijke vraag, maar een heel moeilijk antwoord, denk ik. Ja, maar het zijn ook logische vragen. Dus en ook terechte vragen. Dat zijn dingen die inherent zijn aan de neerwaartse spiraal waar we de laatste maand eigenlijk in zijn gekomen. Ja, en dat zijn normale vragen. En daar zijn wij dagelijks mee bezig. En dat zijn dingen die toch altijd weer onverwacht komen. Zeker nadat je een goede start hebt gehad. Maar eens te meer, dan moet je toch altijd scherp blijven. En ik denk wel dat we dat zijn geweest. We hebben ook wat pech gehad, maar daar moet je niet alles op afschrijven. Feit blijft dat je niet die resultaten hebt neergezet die je zou moeten neerzetten. En dat zijn normale vragen. Dan zit je in de voetballerij en dan weet je dat het kritisch wordt. En ook terecht. Ik bedoel, ik heb ook niks gehoord wat abnormaal was. En dat zijn allemaal hele logische vragen. Dus dat hoort erbij, helaas. Heb je nou als speler al wel eens zoveel achter elkaar verloren? En hoe ben je er toen uitgekomen? Nee, dit is voor mij nieuw. En ik denk dat het voor heel veel jongens nieuw is. En ja, je bent er altijd in die zin mee bezig. Het kan heel snel gaan. En op een gegeven moment dan verlies je een keer en dan verlies je nog een keer. En dan gaat het onder het noemer. Ja, we hebben veel kansen gemist en we spelen goed. Maar op een gegeven moment zit je in de Eredivisie. En dan weet je eigenlijk ook al waar je staat. En dan moet je altijd, zeker wij, moet je altijd top zijn. En dan kom je in één keer in zo'n spiraal terecht. En dan krijg je dan ook nog een bekerwedstrijd uit tegen Feyenoord ertussendoor. Ja, en dat zijn dan de moeilijke wedstrijden. En dat, normaal zijn dat dan de krent in de pap, zoals ze dat mooi zeggen. En dan gaat het in één keer tegen je werken. Maar dat is ook normaal. En het enige wat we kunnen doen, is daar scherp op zijn, wat ik net al aangaf. Dat ben je hiervoor ook geweest natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zoveel ga je niet veranderen. We zijn een weg ingeslagen waar vanaf dag één. En daar heb je ook goede dingen laten zien. En het is, toen waren we niet van slag. En toen waren wij denk ik een van de weinigen, de spelersgroep, de technische staf, Excelsior, van jongens, het is allemaal leuk. Maar het kan nog heel veel veranderen. En nu zie je dat het kan veranderen. En nu zijn we ook niet dusdanig van slag dat alles heel negatief is. Alleen wordt wel weer tijd. Dat is wel duidelijk. Ja, omdat je natuurlijk niet continu kan blijven zeggen, jongens, we zijn niet van slag. En dan denk ik ook van, ja, harder werken. Jullie werken volgens mij al hartstikke hard. Jullie trainen veel langer dan al die andere trainers hiervoor. Meerdere keren per dag vaak. Harder werken kan ook bijna niet. Of wel? Nee, maar kijk, zoals vorige week hebben we natuurlijk ook heb je een vrij weekend. Wat ga je dan doen? De resultaten zijn niet goed. Ga je dan doortrainen of ga je dan niet doortrainen? Geef je dan vrij? Kijk, de fysieke vermoeidheid is dan niet het probleem. Het is meer de mentale vermoeidheid. Nou, dan hebben we bewust gekozen om een aantal dagen vrij te geven om even de kopjes leeg te maken. En dan denk je dat je daaraan wint. En dan moet je weer opstarten en dan begin je gelijk met een derby tegen Sparta. Wat een mooi affiche is natuurlijk. En op die manier probeer je die groep daar scherp voor te krijgen. Voor jezelf ook. Want dan denk ik, nou, we doen heel veel dingen wel goed. Maar we gooien iedere keer hetzelfde kwartje erin. En we krijgen hetzelfde resultaat eruit. Dus er moeten wel dingen veranderen. En daar ben je mee bezig. Maar het is niet dusdanig dat we in één keer van A gaan. En dan in één keer naar Z. En daar een heel verschil tussen krijgt. Het is altijd koffie te kijken sowieso met dit soort gesprekjes. Maar dan zou je misschien kunnen zeggen, zo'n interlandperiode kwam ons dan wel aardig uit. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant kun je zeggen van we willen zo snel mogelijk spelen. Maar ik denk in dit geval dat het wel prettig was. We hadden natuurlijk een reeks waar je niet het positieve eruit kunt halen. En dan is het wel eens prettig. En wat ik net al aangaf, de mentale vermoeidheid. Dan is het ook wel eens prettig om even ergens anders te zijn. En even een andere omgeving te zijn. En natuurlijk speelt dat mee. Iedereen die, ik denk, dan spreek ik misschien alleen voor mezelf, maar dat je daar continu mee bezig bent. Ook al ben je dan even weg, maar dat speelt en dat is normaal. En dat je van daaruit die stap weer kunt maken. Ga je nou accenten verleggen voor die wedstrijd tegen Sparta? Nee, niet heel erg. Het is een derby, dus dat zijn altijd wedstrijden weer op zich. Je speelt tegen een ploeg die in vorm is, die goede resultaten heeft geboekt de laatste weken. En dan probeer je toch wel heel dicht bij jezelf te blijven. En daar niet te veel te gaan veranderen, niet te veel andere dingen gaan doen. En wat ik net al aangaf, je hebt in het begin van het seizoen natuurlijk ook succes gehad. En dat heeft ook een reden gehad. En daar moet je eigenlijk ook weer naar terug. En dan moet je zeggen van, nou, wat hebben we toen heel goed gedaan? Wat hebben we toen als ploeg gedaan? Wat hebben we toen als technische staf gedaan? Wat hebben we als geheel gedaan?
Nou, daar komen dan weer dingen naar voren. En die, nou, dat zijn wel duidelijke antwoorden, ook van die ploeg zelf. Nou, daar kun je mee vooruit. En kijk, je hebt een resultaat nodig. Daar valt en staat alles mee. Je zegt ja, het is een derby. Achter ons staat Ryan Kolwijk te trappelen tot hij ook eindelijk deze vragen mag beantwoorden. Dat snap ik. Maar hij is wel ongeveer de enige die echt dat derbygevoel heeft. Ik kan me voorstellen dat voor die andere spelers het gewoon een wedstrijdje is, net als tegen Heracles bijvoorbeeld. Of denk je, nee, dat is niet zo, want we hebben er wel degelijk op gehamerd. Nou, je merkt het wel aan alle kanten. Het is natuurlijk, voor Ryan geldt natuurlijk anders dan voor de meeste spelers. Die heeft het zelf meegemaakt, heeft die wedstrijden ook gespeeld. Ik denk dat die ook de geschiedenis boeken ingaan bij Excelsior. Dus dat is normaal. En dat zijn wedstrijden die leven. Die leven voornamelijk bij de supporters. Alleen het verloop is dusdanig groot tegenwoordig in het voetbal. Ja, het besef even wat anders is. Alleen je probeert er wel mee bezig te zijn. Hoe dan? Laat je ze video's kijken? Of hoe heb jij dat derbygevoel geprobeerd erin te stampen? Nou, we hebben nog geen video's gekeken, maar het is wel ook zaak. En zeker in de situatie waar we nu zitten. Van dat het natuurlijk een dubbelteller is. En dat het van twee kanten kan. Je speelt een derby die leeft. En natuurlijk ook de supporters die daarmee bezig zijn. Dat merk je ook van... Ja, dat is een hele belangrijke wedstrijd. En op die manier krijg je dat gevoel. Alleen, het is niet meer zoals van oudsher dat je daar heel erg continu mee bezig bent. Omdat de spelers, nogmaals, het verloop is iets te groot. Ja. Mike van Duinen was niet bij de training vanochtend. Moeten de Excelsior supporters zich een beetje zorgen gaan maken? Nou, Mike die heeft wat na de wedstrijd tegen Utrecht... wat last van zijn lies. Nou, die heeft wat aangepast getraind. Deze week een aantal keren ingestroomd. Vanmorgen ook wat dingen gedaan. En daarna weer uitgestapt. Dus we kijken hoe het morgen ervoor staat. Twijfelgeval. Ja. Verder nog personele dingetjes? Nee, voor de rest is... op August natuurlijk. Op Carlo de Reuver. Luigi zit eigenlijk in hetzelfde stramien als... Dat is Mike van Duinen, dus die is ook wel ingestroomd. Maar dat zal waarschijnlijk ook te kort dag worden om zaterdag erbij te zijn. En voor de rest is iedereen fit. Nu staat Ryan Kolwijk te wachten. Welke vraag zou je als eerste aan hem stellen? Was jouw vader niet ooit journalist trouwens? Of was dat bij een andere trainer? Nee, dat klopt. Ja, mijn vader was journalist, ja. Ja. Nou, welke vraag zou je straks als eerste aan Ryan Kolwijk stellen? Nou, ik heb al gezien dat je een briefje hebt gemaakt. Dus ik zal je niet bij deze. Van slag halen. Dankjewel. Graag gedaan.